De gemeente Uden nodigt alle mantelzorgers uit voor een lunch op maandag 30 november. Het doel is vooral bedanken van de mantelzorgers voor hun inzet wat ze weer het afgelopen jaar hebben gedaan voor hun naasten. De vele uren die ze daar hebben ingestoken en vooral elkaar ontmoeten en het delen van de verhalen. Waarom doet de gemeente dit? Pure waardering en ik hoop dat mensen elkaar blijven herkennen als ze op straat lopen. En dat ze zeggen, hey, we hebben elkaar toen ontmoet bij die mantelzorgerslunch. Dat was een heel indringend verhaal wat ik van u heb gehoord. Hoe gaat het nou met u? Ik hoop dat die mensen die vragen eens een keer aan elkaar gaan stellen. Meer een sociale bijeenkomst. Ja, wel vanuit de waardering vanuit de gemeente natuurlijk, maar wel ontmoeten en ervaringen delen. En ik heb ook, want ik heb het nou een aantal keren gedaan, ik heb ook de ervaring dat men daar behoefte aan heeft. Wie mogen er allemaal komen? Iedereen die mantelzorg verleent voor een naaste. Wij hebben een aantal, door die keukentafelgesprekken, hebben wij steeds meer mensen ontmoet. En wij weten ook steeds meer wie de mantelzorger is. Dus die gaan we ook benaderen, heel actief. Maar dat zijn de mensen die hier op deze lunch kunnen komen. Ook burgemeester Hellegers en wethouder Overmans zelf zijn tijdens een lunch van de partij. Beide bestuurders willen dan graag met de mantelzorgers in gesprek gaan. Ja, daarmee hopen wij dus die waardering te tonen. Dat we dat niet zomaar eventjes afdoen van een lunchje, maar dat we ook een actieve rol erin spelen. Mensen kunnen ook een vraag bij ons aan hem kwijt. Ik neem altijd een kladblokje mee met een pen en dan schrijf ik die vragen op om daar die vragen door te zetten binnen onze organisatie. En zo ook snel een oplossing te vinden voor als mensen die vragen hebben. Het is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid voor u om eens te weten van wat leeft er onder de mensen, zo u het al niet weet. Ja, het is erg belangrijk. We kunnen niet te veel of niet te weinig verhalen horen. Het is ook heel goed voor ons om als beleidsmaker zeg maar extra beleid te ontwikkelen als dat nodig is. En daarom is het ook gewoon goed om die verhalen te weten. Aanmelden voor de mantelzorglunch kan tot 21 november via het e-mailadres hulp-en-ondersteuning@uden.nl. Bijna 100 jeugdkeepers uit de hele regio waren woensdag bij UD19 te gast voor een keepersclinic. En daarbij was zelfs sprake van een jubileum. Jubileumjaar, 10e uitvoering van de keepersclinic. Ooit als een geintje begonnen aan de bar. En nu ondertussen 10e jaargang met 98 keepers. Het is gewild. Het is heel gewild. We merken overigens wel dat de mensen weer op de economische tijden weer wat beter zijn. Zodat mensen dus op zomervakantie gaan, op zonnevakantie. Maar we hebben toch 98 keepers tevoorschijn kunnen toveren. En dan moet je natuurlijk ook de trainers hebben. Die hebben jullie op voorraad. Bij UDI hebben we 10 gekwalificeerde keeperstrainers. Die schrijf ik als eerste aan. Er zijn er 8 van hier. En uiteraard ook de verenigingen waar wij de uitnodigingen naartoe sturen. Ik heb hier een keepertrainer uit Geffen, ik heb een keepertrainer uit Sonnenbreugel. Die komen met hun keepers mee en die helpen ons ook. En zo hebben we het mooie aantal van 18 keepertrainers. En ik heb 1 moeder, haar zoons die zijn hier allebei actief. En moeders hebben we ook ingeschakeld. Die is weer bezig met de liminale voorziening en met het inschrijven van de kinderen. Ja, en die keepers, die keepertjes, ja, die krijgen een circuit voorgeschoteld. Wat moeten ze allemaal doen? Ze krijgen dus een circuitvorm voorgeschoteld met 10 spellen. Ze rouleren. En er zit onder andere bij, dat heet dan de speed test. Dat houdt in, je schiet vanaf een bepaalde afstand en dan kan je precies zien hoe hard je schiet. De volgende station moet je vangen vanuit de lucht. Het andere station sta je bijvoorbeeld gooien op een tube. Dat is een soort, ja, moet ik zeggen, een soort trampoline die dwars staat. Daar gooi je de bal tegenaan en hoe harder je gooit, hoe harder dat je ook terugkomt. Dus dat is voor de keeper voor de coördinatie heel belangrijk. Ze hebben een oefening met een ladder waar ze dus naar voren en achter moeten, de voetbewegingen. Ja, zo eigenlijk 10 verschillende oefeningen. Ja, ze leren er heel veel van. Wij krijgen altijd, als we achteraf de mailtjes krijgen, de bedankmailtjes, dat ze er echt heel veel van geleerd hebben. En ja, wij merken gewoon, bij jullie zit de keepersopleiding zit gewoon, is heel goed op de rit. Bij jullie krijgt iedere keeper krijgt gewoon keeperstraining. En je hebt ook verenigingen waar alleen de selectiekeepers keeperstraining krijgen. En de rest die moet het zelf maar een beetje aanmodderen. En dat is dus gewoon heel erg jammer. En daarom hebben wij op een gegeven moment ook gedacht van we nodigen wat meer keepers van andere verenigingen uit. We vinden het gewoon leuk om dat over te dragen ook op andere verenigingen. Tigo, wat heb je allemaal geleerd vandaag? We hebben zweven met de benen omhoog. En we hebben nu zijn we aan het trainen voor hoeveel kilometer we schieten. Ja, hoe hard we schieten. En daar hebben we geleerd hoe hoog we uit de handen schieten. Eigenlijk moest je dit elke dag kunnen doen, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. En wat heb jij allemaal geleerd vandaag? Insnijden, ook zweven en zo. En
ja, tenminste heel veel leuke dingen. Dat ook. Het is natuurlijk belangrijk om de verschillende keeperstechnieken van jongs af aan goed onder de knie te hebben. Ik denk heel belangrijk, want je kan een keeper, als je alles wat je verkeerd aangeleerd hebt, dan moet je hem ook weer afleren. En alles wat hij goed geleerd heeft, hoef je hem niet meer af te leren. En je merkt op een gegeven moment ook dat de lichamelijke gesteldheid van de jeugd tegenwoordig ook weer minder wordt. Ik bedoel, wij gingen vroeger met de bokspringend gingen wij naar school. En tegenwoordig als je de bok springt, dan hebben ze er nooit van gehoord, want dan weet je niet eens wat het is. En dat is voor een keeper ook heel belangrijk, want je moet goed afzetten met je voeten, maar ook met je handen. Kijk, en als deze jongens hier vandaag goed de best gedaan hebben, slapen vanavond allemaal als een roosje. Die moeders die hebben vanavond allemaal niks te klagen, denk ik.